Soms vraag je je af hoe Nederland van een gehavend land zo welvarend is geworden. Na de bevrijding vroegen de herorganisatie van de ontwrichte maatschappij en de wederopbouw alle aandacht. Ook die van de Zeistenaren. Dag in, dag uit trekken in de tweede week van mei de kolonnes door de dorpsstraten naar het westen. Om de hoek in het bos aan de Oranje-Nassau-laan bouwen de Canadezen en de Engelsen twee grote depots. Eén voor levensmiddelen en één voor brandstof. Zeist is op dat moment het grote brandstofcentrum voor de geallieerden in West-Nederland. Op de Utrechtse weg bij Eikenstein lopen Duitse krijgsgevangenen. Ze moeten via Bunnik en Rijnauwe naar de veemarkt in Utrecht marcheren. Daar is een verzamelpunt voor buitgemaakte goederen. De Duitsers moeten al hun bezittingen inleveren bij de geallieerden. Sommige Nederlanders zullen later blij zijn hun fiets terug te krijgen. In het voorjaar van 1945 is het dorp Zeist zelfs korte tijd de hoofdplaats van Nederland. Den Haag is nog niet vrij en de geallieerde bevelhebbers treffen hier een centrale locatie met veel kantoorruimte. Ze nemen hun intrek in Veldheim en in Vigy, net als hun voorgangers. De firma Broedelet pakt de zaken ook weer op. Ze zien al dat rollend materieel met belangstelling langskomen. De wederopbouw kan beginnen. Overal in Nederland vieren de mensen bevrijdingsfeesten. In Zeist gebeurt dat onder andere met een défilé bij het Bisonveld. Georganiseerd in beroepsgroepen, verenigingen en bedrijven betonen de Zeistenaren hun dankbaarheid aan de bevrijders. Tijdens de oorlog is de saamhorigheid onder de Nederlanders flink gegroeid. Na de oorlog willen ze dat vasthouden. De landelijke familiedag van het voormalig verzet in het Zeisterbos trekt veel bezoekers. We hebben er reeds tal van malen over gesproken hoe heerlijk het zal zijn om die grote familiedag te houden. De sprekers declameren over herinneren en herdenken. Herinnert u de dagen van uw verdrukking? Dan weet ik dat we vandaag, naast onze dierbare doden, ook ons eigen verleden herdenken moeten. Op 6 september 1948 krijgt Nederland een nieuwe koningin, Juliana, koningin der Nederlanden. Zij volgt haar moeder Wilhelmina op, die voor veel Nederlanders in de oorlog op afstand een grote steun is geweest. In haar eerste troonrede benadrukt koningin Juliana de noodzaak tot industrialisatie van ons land. De industrialisatie is nodig, volgens de regering, om in de toekomst meer zekerheid aan de groei van de werkgelegenheid en de exporthandel te geven. De productie van kolen en olie zal worden vergroot. De Nederlandse bedrijven krijgen belastingvoordelen. Ook de Zeister bedrijven gaan zo een bloeiperiode tegemoet. De zilverfabrieken van Gero en Sola zijn beroemd in heel Nederland en beleven 5 jaar na de oorlog de top van hun bestaan.
De farmaceutische fabriek Meinhard aan de Utrechtse weg is al 50 jaar actief. De fabriek kan weer investeren in het onderzoek voor nieuwe geneesmiddelen en cosmetica. De merken Ivorol Pampasta en Purol Crème worden bekend in heel Nederland. De elektronicafabriek Radio Becker aan de Deinzelburgerlaan fabriceert op grote schaal zend- en ontvangstapparatuur. Deze apparaten zijn erg in trek bij de kustvaart, de visserij en bij buitenlandse reders. De eengezinswoningbouw gaat een stuk sneller als een nieuw type woning wordt ontwikkeld. De duplexwoning, twee huizen in één. In Zeist wordt onder andere met dit soort woningen de wijk Griffenstein en het Staatsliedenkwartier ingericht. De duplexwoningen hebben één gemeenschappelijke ingang, maar zijn verder gescheiden. Eén gezin woont beneden, het andere op de bovenverdieping. Met deze ontwikkeling is Zeist na de oorlog volop in de wederopbouw. De 50e jaren zijn begonnen, er is weer vertrouwen in de toekomst.